Eindelijk terug inhalen. Ben gelegd op de grond. Muffin heeft gevochten. Goedemorgen. Goedemorgen. Wij zijn thuis. Wij zijn gisteravond thuisgekomen bij deze stinky poe. Hey! En de andere, waar zijn ze? Ik weet het niet. En we gaan nu Temptation Island. Oké, mijn batterij was plat, maar we hebben net ontbeten. Het is nu 2 uur. En ik ga nu, ik ben mijn koffer aan het uitpakken. En ik ga nu een shoplog doen van alle nieuwe spullen. Ik weet niet of die al geweest is, die shoplog, of nog moet komen. Ik ben zo jetlagged. Ik ben echt stik kapot. Ik wil zo graag slapen, nog. Maar ja, dat gaat niet, want als ik nu nog slaap, dan ga ik deze nacht niet kunnen slapen. Dus ik moet wakker blijven. Ik ben echt moe. Oh, en we hebben deze nacht trouwens ziek wel genomen. Nighttime sleep aid. Om de jetlag zo wat door te komen. Dat we goed 's nachts kunnen slapen en snel terug op ritme zijn. Zullen zien als dat gaat werken. Ik ga nu eerst mijn shoplog opnemen. Ik zit nog altijd in de zetel. Samen ondertussen met de auto gaan rijden. Yep. Was het leuk? Heel leuk. Dat is goed. En ik heb foto's bewerkt van vakantie. Nu ga ik vlogs editen. En Sam was ook nog aan het editen. En terwijl gaan we Gent West kijken. Yes. Eindelijk terug inhalen. Ja, we moeten allemaal 2 afleveringen inhalen. Ja. Maar oké, kijk er wel naar uit. We vinden dat echt goed. Uh-huh. En dan misschien, we zullen zien, het is nu al 6:20. Maar we zullen straks zien dat we nog de dag gaan kijken. Mm. Want zoals jullie weten van vorige vlogs, zijn wij de dag in première gaan kijken, de eerste 2 afleveringen. Dus nu willen we de rest allemaal kijken. Ja, dat is echt super goed, hè. Op Telenet kunnen we dat kijken, op Play More. Dus we gaan zien als we dat dan ook nog gaan doen, hè. Mm-hmm. Hangt er vanaf. En we gaan frieten halen. Ja, alhoewel heb ik niet heel veel goesting meer in frieten. Oei. Ja. Die goesting verandert wel snel, hè. Ja, oké. We zullen nog wel zien. Oké. Okay. Terwijl dat wij weg waren, heeft Shelly een wondje gekregen. Zo, ik weet niet of je het ziet, maar hier zo. Je ziet het vaag, daar zo. Dus we denken dat hij met Muffin heeft gevochten, want dat is nogal eens geweest. En toen had hij ook een wondje. Och, arm. Mijn schatteke toch. Hè? Dat is niet leuk, hè. Heb jij dat gedaan, Muff? Mufke, heb jij dat gedaan, dat wondje? Hallo? Hallo, Muffin? Nee? Oké, nee? Nee. Sam is gaan slapen, want Sam voelde zich niet zo heel goed. Ik denk door de jetlag en zo dat hij zich niet heel leuk voelde. Niet heel op zijn kilo voelde, zoals ze dat zeggen. En hij had heel veel hoofdpijn en was een beetje misselijk. Dus ik zei, ga maar slapen. Dus die zal van 8:30 denk ik in bed. Het is nu 9:30. Ah, hier is mijn Milky. Dag schat. Dag schatty. Milkytje. Cutie patootie. De katjes zijn echt blij dat we thuis zijn, maar ik zelf ook. Ik zei trouwens in de vlog van gisteren, toen we naar het vliegtuig gingen, van oké, blij, ik heb geen paniekaanval gehad. En toen stapte op het vliegtuig en alles was oké. Toen ben ik in slaap gevallen. En ik denk toen we nog ongeveer 6:30 moesten vliegen, werd ik wakker.
En ik weet dat omdat ik direct keek op mijn schermpje hoe lang het nog was. En ik zag dat het 6:30 nog was. En ik werd wakker en ik voelde mij zo slecht ineens. Ik voelde mij zo slecht. Mijn hart klopte gelijk zot. Ik had buikpijn, heel veel buikpijn. En ik voelde me kotsmisselijk. Dus het eerste wat ik doe is uit mijn chacoche. Ik heb altijd een kotszakje, noem ik dat. Ik heb dat al eens verteld. Maar in een andere video over mijn angst. En dat zocht ik. Ik heb dat er altijd in zitten. En dat is zo'n vliegtuig overgeefzakje. Zo'n ja, een soort papierenachtige. Wat je op het vliegtuig krijgt. En dus ik dat aan het zoeken, eruit genomen. En Sam zat niet naast mij, zoals jullie in de vlog konden zien. Die zat zo, ja, er was een gang tussen en dan zat Sam. En ik tikte Sam direct en ik zei, Sam, ik voel me niet goed. En ik kon echt niet meer. Ik ging echt flauw vallen, dus ik ben opgestaan. En we zaten redelijk van achter. Ik denk de derde rij, als je van achter telt. Dat is naar achter gegaan, maar daar waren geen toiletten, alleen van voor. En ik daar me gelegd op de grond. Mijn benen op zo'n stoel van de stewardess gedaan. En toen, Sam was mij direct nagekomen. En toen kwam de stewardess en die vroeg als ik cola wou. Of iets wou hebben. Of kamillethee of zo. Maar ja, ik moest niks. Ik ben toen naar het toilet gegaan samen met Sam. En dan heb ik heel de tijd buikpijn gehad. Moest ik heel de tijd naar het toilet. Heel tof. Not. Echt vervelend. En dan heb ik mij gewoon hele vlog zo paniekerig... Hele vlucht zo paniekerig gevoeld. En slecht gevoeld nog. Dat is wel echt wel kut. Ik weet niet wat de aanleiding daarvoor was. Hoe het is gekomen. Want in het begin voelde ik me heel goed. Dus ik weet het niet. Maar ja, de stewardessen waren echt heel lief. En die kwamen ook heel de tijd nog zo vragen van als het ging. Als ik mij al wat beter voelde. En dan brachten die mij kamillethee en cola en zo. Was echt wel heel lief. Allee, eentje vooral was een heel lieve. Was zo'n mamatje, die was al zo wat ouder. Ja, die waren echt heel lief. Dus ja, ik had weer paniek aanvallen. Maar genoeg gezeverd voor deze vlog. We hebben niet veel gefilmd deze vlog, niet veel gedaan. Het was echt een chill, jetlag dagje. En ja, dat was het. Ik kan niet meer filmen, want ik heb echt niks gedaan. Buiten gemonteerd en in de zetel gezeten. Hopelijk vonden jullie de vlog toch leuk, dus zeker thumbs up. En wij zien jullie morgen!